De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon. Ja, aflevering 61 live vanuit het centrum van Hilversum. Nou, we zijn eindelijk helemaal live. Dennis, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Wat leuk om het een keer in een andere studio op te nemen dan normaal. Dus het klinkt mogelijk anders. We zitten in een andere energie. Maar we gaan gewoon aflevering 61 maken. Vanuit een boekwinkel. Ja, Voorhoeven. Midden in Hilversum en daar gaan wij vandaag eens even live podcasten. En we hebben ook een gast, Wouter, is bij ons aanwezig. Kijk, de hele Kerkstraat staat vol met motorfans, met motorpodcastfans. Maar we hebben er één uitgepikt. Wouter zit bij ons aan tafel. Want als we allemaal hier naar binnen moeten laten, wordt het een rotzooitje. Dus dat doen we dan maar eens een keertje niet. Ik moet even uitleggen, we doen dus mee aan de recordpoging podcast maken. Ja. Dus we zijn een van honderden podcastmakers die nu een week lang podcast aan het maken zijn, non-stop hier. En wij zijn een van die makers. Ja. Dus er zitten nu mogelijk ook mensen te luisteren die ons niet kennen. Die denken, podcast over motoren. Ja, moeten we even uitleggen. Wat doen we eigenlijk precies? Ja. Nou, wij maken een podcast voor 1,4 miljoen Nederlanders met een motorrijbewijs. Was motorrijden vroeger natuurlijk een beetje voor de armen. Vandaag de dag is het, had je geen geld, dan kocht je een motorfiets in plaats van een auto. Vandaag de dag is het een lifestyle. En ja, steeds meer mensen rijden motor. Want ja, je staat niet in de file. In de file, ja. Makkelijker parkeren. Nou, daar gaan we zo ook even over praten met onze gast. En we laten een aantal fragmenten horen van eerdere podcasts die wij gemaakt hebben. Motorpodcasts die nog steeds op onze app staan en zo. En de motormomentjes moeten we ook nog even doen, hè? Daar beginnen we altijd mee, de motormomenten. Ja, wat heb jij meegemaakt de afgelopen dagen? Ik had een ongenode bijrijder. Een bijrijder waar je niet echt op zit te wachten. Ben je weer ondergescheten door een vogel? Nee, ik ben niet ondergescheten door een vogel dit keer. Ik had een prikkend beest in de mouw. Hey? En tijdens het rijden is dat vrij rond. In deze mouw, in de linkermouw, daar schoot ineens een beest in met iets van een angel. Ik kon niet precies zien wat. En op een gegeven moment vond ik een behoorlijke steek. Toch maar even gestopt. En hij ging terug mijn handschoen in. En tenminste, dat dacht ik. En even gestopt. Toen was hij weg. Ik kon dus niet zien wat voor beest het precies was. Maar de volgende dag had ik zo'n varkenspootje. Helemaal opgezwollen van. Daar zie je niks meer van nu. Nee, ik ben weer genezen. Ik kan weer gewoon rijden. Maar dat had ik dus eventjes als mijn. Minder motormoment, ja. Gewoon lekker ritjes gemaakt. En een leuk motormoment is dat ik tijdens mijn rit van de week over de Veluwe. Ik eindigde. Ik had eventjes zin in een broodje frikandel. Dus ik moest even bij Harderwijk een snackbar opzoeken. En daar kwam ik aan de praat met Erik. Hij luistert nu waarschijnlijk, Erik. Leuk dat je een nieuwe fan bent van de Motorpodcast. Een Yamaha Tracer reed hij. En we hadden het over het seizoen. Toen zei hij ook, seizoen. Er is toch helemaal geen seizoen, want het hele jaar is seizoen. Ben ik het volkomen mee eens? Jij rijdt ook het hele jaar door? Ik rijd ook het hele jaar door, zolang er niet gestrooid is, rijden wij door. Dus Erik, leuk dat je een nieuwe fan bent van de Motorpodcast. De Motorpodcast. Onze gast. Voordat we aan de fragmenten gaan beginnen, hebben we altijd één vraag aan onze gast. Waar rij je op? Ik rijd op een GSX-R 1000 uit 2007. Ja, moet je even uitleggen voor de luisteraar die niet weet hoe zo'n ding eruit ziet. Wij zien hem staan hier, maar... Ja, het is een supersport. Kuipdelen. Buikschuiver. Ja, buikschuivers noemen ze het ook wel. Aardig wat vermogen. Ja, gewoon een snel ding. We hebben jouw naam nog niet genoemd, Wouter. Want wij weten hoe je heet, maar Wouter van de GSX-R. Was het je eerste motor? Nee, dit is niet mijn eerste motor. Ik heb wel hetzelfde type, ook een GSX 1000 gehad uit 2001. Ja. Dat was mijn eerste motor. En toen kwam ik deze tegen en ik dacht ik van ja, toch maar inruilen. Zo'n mooi ding. 17.000 kilometer, dat is niet veel. Dat is zo goed als nieuw. En wat staat er nu op? Nu staat er 47.000 kilometer. 47.000, oké. Dus je bent ook iemand die gewoon lekker doorrijdt het hele jaar door. En, ja. We zijn benieuwd zometeen naar jouw meest memorabele motormoment. Doen we straks. En jij schoof aan omdat jij luistert naar de Motorpodcast. Dus je hebt heel veel afleveringen waarschijnlijk al gehoord. Wat was jouw eerste aflevering? Mijn eerste aflevering was... Nee, ik weet het niet precies. Dat was lang geleden. Ja, lang geleden. Ik denk dat jullie net een halfjaartje bezig waren. Oké, dat is lang geleden. We zijn inmiddels 2,5 jaar verder. Dus we gaan jou, maar ook de luisteraars die gewoon nu zitten te luisteren... meenemen naar wat oude fragmenten. Gewoon eens terugblikken op 2,5 jaar Motorpodcast. En dit was een van onze gasten. De Motorpodcast. Eind maart gaan we naar Centraal-Amerika en dan hebben we nog een tour in Costa Rica. Dan moeten we in mei, juni in Botswana zijn. Als je dan een aantal keer crasht op op die grote stenen en je ziet al dat er een deuk in je tank zit. En 's avonds moet je dan weer
je remmen proberen te repareren tot 3 uur 's nachts en dan om 7 uur weer op je motor zitten. Ja, dan op een gegeven moment denk je wel van, is dit wel zo verstandig om te doen? Als je aan Iran denkt of als je naar de media luistert, dan is het van, nou, Iran, dat is een gevaarlijk land. Maar van iedereen, elke wereldreiziger of elke reiziger die door Iran heen is gekomen met de motor, die waren allemaal versteld van hoe die mensen daar zijn en wat een fantastisch land het is. De perfecte all-road motor, of die bestaat, is ook maar de vraag natuurlijk. Dat is denk ik ook wel heel belangrijk van reizen. Altijd heel goed naar je gevoel luisteren. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Leonard Vonk was dit. Hij was de gast bij ons in aflevering 42. Ging over de hele, of gaat nog steeds over de hele wereld. Volgens mij zit hij nu in Portugal of zo. Ja, volgens mij heeft hij Portugal van noord naar zuid helemaal offroad gereden. Ja, het is echt wel bijzonder natuurlijk. En dat is het grappige van de Motorpodcast. We krijgen ook steeds vaker van mensen te horen die zelf dan geen motorrijden. En dan zeg ik van, ja, waarom luister je eigenlijk naar de Motorpodcast? Ik bedoel, dat is toch alleen maar leuk als je zelf ook op de motor rijdt. En steeds vaker krijg ik dan van mensen te horen, ja, maar die reisverhalen, hè, die ontberingen. En nou ja, Lennart heeft ook best wel wat enge dingen meegemaakt. Ik geloof dat hij ook op een gegeven moment gevallen is en de motor kapot. En nou, een hoop ellende. En uiteindelijk weet hij dan toch de boel weer aan de gang te krijgen. En rijdt gewoon door. En dat soort verhalen, ja, dat is natuurlijk ook best grappig. Of grappig. Mooi om naar te luisteren als je zelf niet op zo'n motor zit. Maar het makkelijk is wel, hij doet het volgens mij vaak, hij rijdt met zijn vriendin de hele wereld rond. Ja. Dat maakt het natuurlijk wel een stuk makkelijker. Althans, lijkt me. Ja. Als je een keer wat hebt of zo, of er even doorheen zit, dat je gewoon met elkaar aan de andere kant van de wereld toch zegt, joh, kom op, stappen op en we gaan weer door. Ja. Maar het is echt een wereldreiziger. Hij was bioloog volgens mij, of is hij nog steeds, maar ja, daar doet hij volgens mij helemaal niks meer mee. Overigens geen familie van die andere Vonk, die ook bioloog is, hè? die met van die beesten op televisie komt. Ja, ja. Dit is Lennart Vonk in ieder geval. Nou, als je ervan houdt, aflevering 42, staat nog steeds bij ons online. Gaat over zijn bijzondere wereldreis. En ja, dat is wel leuk om weer eens te horen. Even uit mijn hoofd, dus volgens mij zijn Instagram Biologist on a Bike. Ja. Daar kan je hem vinden. Hij maakt hele toffe foto's, bleef de mooiste avonturen. Dus ik moet zeggen, offroad door Portugal is niet iets wat ik ambieer, maar nou, ik heb wel eens een beetje offroad geprobeerd. En uiteindelijk was ik op een gegeven moment een keertje mee met zo'n groepje in Duitsland. En was er een beekje. En dan was het van, ja jongens, staan en er doorheen. Nou, ik met samengeknepen billen. Ik had echt zoiets van, dit is dus niet mijn ding. Nee. Want ik denk van, als ik nu val, dan zuigt die motor zich helemaal vol. En hoe kom ik dan in godsnaam weer thuis? Dus uiteindelijk, ik heb het wel gedaan. Ik ben aan de overkant van de beek gekomen. Niet gevallen, motor deed het gewoon nog. Maar dat echte offroad rijden, nee, dat is niet. Toch heb jij bij een paar afleveringen ook gezegd. Die aflevering met Mike on the Bike, volgens mij. Toen zei je, nou, ik wil wel een keer een cursus doen. Maar dit is er nog niet van gekomen. Nee. Want ook, hoe heet ze nou ook alweer? Onze Vering mevrouw. Die geeft ook van die trainingen. Ja. En dan heb ik even naar Alice. Oh ja, Alice Dijkhuizen. Alice Dijkhuizen. Ja. Die had ook zoiets van, nou, kom nou een keer langs. En dan geef ik weer een training. En dan zag ik weer wat foto's op haar Instagram. Helemaal onder de modder. En toen dacht ik, ja, ik weet het niet. Ik ga misschien toch nog wel een keer, maar het is wel goed voor de behendigheid op de motor natuurlijk. Ja, dat wel, maar nee, altijd door de modder. Ben jij een beetje van het modderrijden als het erop aankomt, Wouter? Nou, niet echt. Meestal hou ik het gewoon bij asfalt. Ja? Ja, ja. Ja, maar die Gesink zeggen ze ook niet voor gemaakt natuurlijk. Nee. Heb je het wel eens geprobeerd, gewoon op een echte all-road of een echte crosser? Nee, eigenlijk nog niet. Nee. Jij ook niet, hè? Nee, ik hou hem liever op het asfalt en dat offroad, ik weet niet. Ja, je ziet wel hele mooie dingen, als ook de foto's en video's zie van Lennart, maar ook van Mike on the Bike, die dan even naar de Poolcirkel rijdt, even tussen haakjes. Ja, je komt fantastische plekken tegen en waarschijnlijk mooiere plekken dan als je op de weg blijft. Ja. Maar nee, het is, ik ben een asfaltvreter wat dat betreft. Ja. Moeten we eigenlijk ook nog even zeggen waar wij nu op rijden? Dat is een goede, want ook die van jou staat hier voor de deur. Ja, dat is, want het hangt hier ook helemaal vol met camera's. De motoren zijn ook te zien, tenminste. Ik doe dus niks meer offroad. Bij mijn BMI past een dikke Harley, dus daar rij ik op. En het is, dat vind ik eigenlijk gewoon het lekkerste. Een Harley Davidson, dus een zwarte. Ja, je bent wel van het zwart ook, hè? Ja, zwart. Motoren moeten wat mij betreft zwart zijn. Zwarte pakken, zwarte helm, zwarte bril. Alles moet zwart zijn. En hiervoor had jij, want deze heb je nu 1,5 jaar, geloof ik? Ja. Hiervoor had je een Tenere. Ja, had ik ook een. Dat was ook een beetje allroad, zeg maar. Ja. Daar ben ik mee door het beekje gegaan. En, dat was het. Dat was eigenlijk mijn belangrijkste allroad experience. Ja, ja. En daarna heb ik er alleen maar mee op de weg gereden. Dus, Nee, ik ben meer van de buikschuiver.
Honda CBR 600 RR. De rode buikschuiver, dus echt weliswaar maar tussen haakjes 600 cc. Maar hij is knap zat, hard zat. En ja, een fijne motor, behendig, relatief licht. Type buikschuiver, ik vind dat mooi. Die GSX-R vind ik ook een mooie fiets. Heb ik ook nog tussen getwijfeld. Ja, meer van dat segment. Dus ja. Zeker niet off-road. Hier en daar een circuit mee pakken. En gewoon lekker kilometers maken. Dat is een beetje mijn, mijn motorpassie. Veel kilometers maken vooral. Ja. Ja, we hebben ook een aantal afleveringen gemaakt over het rijden op circuits. Hè. Dus we hebben ook de gebroeders Klein gehad. En nou moet ik je wel zeggen, toen we hier aankwamen, hadden we zoiets van, nou, we hebben al onze fragmentjes keurig op orde. En moesten we ook van tevoren inleveren bij de Dutch Media Week. Dus we hadden zoiets van, nou, we schuiven aan tafel en we drukken op het juiste knopje. Maar er was dus helemaal niets aangekomen. Druk dus, gewoon op een knop en zien we wat er komt. Ja, dus dat gaan we nu doen. En dan kijken we wel of er iets van circuit of wat dan ook uitkomt. Ik doe gewoon de gele nu even. De Motorpodcast. Met je knie aan de grond door een bocht is toch ook wel iets wat je moet afvinken, toch? Qua motorenbeleving, Italië is het voor mij dan. Een Ducati, als hij langzaam rijdt, rijdt het gewoon als een hork. Wat is dat voor een kutding? Ik wilde mooie wielen hebben en toen kwam ik erachter dat je dus ook nog, ja, je hebt aluminium, maar je had ook nog magnesium. En die mensen die dat ding maakten, die zei op een gegeven moment van Ronald, nu even niks meer vragen. Die voortgang, die progression vind ik ook te gek. Maar we hoorden van de week een mooie progression, but not perfection. Ik knap er niet van op als er iemand achterop zit. Ik zie bijvoorbeeld steeds meer motorrijders nu met een reflecterende gele helm en een reflecterend geel hesje omzitten. En als we doorgaan, gaat de EU ons straks vertellen wat we aan moeten hebben op een motor. Het speelveld voor lol wordt gewoon steeds kleiner. Het is dezelfde overheid die wel hoogovens aan laat gaan. Daar wringt dat bij mij heel sterk. Kan je wel uit zeer betrouwbare bron vertellen dat als je zonder handschoenen op de straat stuitert, dat niet fijn is en je kan een paar maanden lang je billen niet afvegen. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Dit was een aflevering hoor. Ja. Ronald Molendijk was dit uit aflevering 45. Nam geen blad voor de mond. Nee, heerlijke aflevering. Hij zei ook, ja, dat moet eens een keer afgelopen zijn met die vertrutting. Ook met die hesjes. Ja. Ja, daar moet ik hem wel gelijk in geven, hoor. Ik vind gele hesjes. Wouter, heb jij een geel hesje af en toe aan het gele helm? Nee, 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 nee. Ja, ik heb wel een gele helm, maar dat is puur omdat het een Valentino Rossi helm is. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, dan mag het. Maar een gele strepen in het pak, dat vind ik eigenlijk ook al. Nee. Ik denk van, een pak moet toch gewoon zwart zijn? Dan zien ze maar wat minder, hoor. Iedereen moet vooral aantrekken wat hij wil. En ik snap dat het veiliger is om in knalgeel, als het 's avonds donker is, over straat te rijden. Maar ja, ik vind het er ook niet uitzien. Er zit genoeg reflectie als het goed is op mijn pak en op je helm. En, maar om nou in een geel hesje rond te gaan rijden, nee. Gewoon loud pipes saves lives. Gewoon wat meer herrie maken, dan horen ze je in ieder geval. Ja. En we kwamen bij Ronald terecht, omdat wij bij de Barn Brothers, hele oude aflevering, die maken custom bikes. En een van de bikes die daar stond, die ze aan het customizen waren, was de Ducati van Ronald. En zo kwamen we eigenlijk bij hem terecht. Dat moeten we even uitleggen. Op een gegeven moment zijn we daar naartoe gegaan. Ja. Die Barn Brothers, die zaten toen nog echt in een barn, in een schuurtje. Hele mooie werkplaats. Met een potkacheltje in het midden. Ja. En jongens, kijk uit, want er vliegt de hele boel in de fik. Maar goed, dat maakt niet uit. Daar bouwden ze echt de meest mooie motoren. En daar stond ook in de hoek inderdaad nog een apparaat wat bijna afgebouwd was. Ja. En zeiden we van, ja, van wie is die? Ja, dat mogen we eigenlijk niet zeggen. Want dat is van een BN'er en die willen toch een beetje, ja, dat doen ze een beetje geheimzinnig over. Ja, ja, toen zeg nou wie dat is, want wij willen graag weten. Ja, mogen we eigenlijk niet zeggen, maar hij is van Ronald Molendijk. En dat was dus inderdaad een Ducati die helemaal verbouwd werd. Weet ik veel, alles is er afgehaald en uitgehaald. Hij wilde hem zo naked mogelijk hebben. En dat is ook echt wel gelukt. Als je even terugscrollt in onze Instagram-tijdlijn, dan vind je vast nog wel een foto van zijn Ducati. Het is niet mijn smaak, maar hij heeft hem helemaal naar zijn wens gemaakt. Alles is eraf, alle kappen zijn eraf. Ja. Je kijkt er echt doorheen. Ja. Ja, en daar hebben de Barn Brothers wel nodige tijd in gestoken. Ja, je hoort het al in een van die fragmentjes. Op een gegeven moment mocht hij niks meer vragen. Want had iedere keer weer een ander ding. Oh, kun je dit ook nog? Doe er maar vierkante wielen onder. Nee, dat gaat echt niet. Doe dat nou maar niet. En uiteindelijk hebben we toen Ronald ook maar eens gevraagd. Van, joh, kom eens vertellen over je motor. En dat is natuurlijk best lastig. Want altijd druk natuurlijk. Wat doet hij? Shownieuws en zo zit hij bij. Dus had nooit tijd. En op een gegeven moment was hij bij ons. En toen wilde hij eigenlijk niet meer weg. Nee, we moeten zeker met Ronald nog een keer een tweede aflevering gaan maken. Toen had hij zoiets van, jammer dat ik nou weer naar dat shownieuws toe moet. Ik zit hier wel te goed en vond hij het heerlijk om te kletsen over motoren. Dus, heb jij iets laten customizen aan de GSX-R, Wouter? Nee,
Nee. Eigenlijk niet. Ik heb hem laten afstellen. Ja? In Zeeland, bij Ruud Frederiks. Ja, die, dat is een goeie. Daar ben ik ook wel eens geweest. Ja? Ja. Tippie? Ja, ja, het is zeker aan te raden. Hij is echt magisch. Hij kan het echt heel goed. Je houdt hem even op de rollerbank. Dat is een oude baas, die komt uit, hij komt hier uit de buurt, uit Hilversum. En hij woont dus nu in Zeeland en heeft daar echt een mooie werkplaats. Ja, zo'n race. Ja, hij race, of tenminste heeft gereest, zo'n race nog steeds. Ja, die weten echt wel hoe dat ding afgesteld moet worden. Dus hij is getuned? En verder, uitlaatje standaard nog? Nee, uitlaat, ze zijn niet standaard, maar standaard hoe ik hem kocht. Dus ja. Wel netjes binnen de norm? Ja. Je mag doorrijden van oma Gent? Ja, ik mocht doorrijden. Okay. Ik ben er nog in één tegengekomen, dus dat scheelt. Nee, want is dat belangrijk voor jou? Moet een motor een beetje een lekker geluid hebben? Of heb je zoiets van, het gaat om het rijden en wat er dan aan de achterkant uitkomt, zal wel? Ja, wel een beetje lekker geluid. Met mijn vorige motor had ik een schilpijper op zitten, zo'n ding van AliExpress. Ja. En dat was een jankte mooi geluid. Die jankte echt. Maar op een gegeven moment rij je met meerdere mensen en ook ga je op vakantie. En dan zegt iemand, ik heb de hele week achter je aanlopen rijden. En, niet te doen. Doe maar niet. En, dan ga je er toch anders over nadenken. Ja, want hoe zit jij daarin? Want wij hebben dat regelmatig ook behandeld in de motorpodcast. Ja. Hè? Te luid is uit. Wat vind je ervan dat sommige mensen daadwerkelijk, of sommige motorrijders, echt hun ding helemaal open trekken op de meest mooie dijkweggetjes? Ja, een dijkweggetje denk ik altijd van, als er een huis staat, je kan wel een beetje rekening houden, maar je moet ook een beetje kunnen leven. Dat je het in de stad niet doet, dat snap ik. Maar niet even bij een terrasje, daar ben ik. Ja, het is gewoon uitsloven. Maar ga toch van die dijkjes over, joh. Die Gezing zeggen ze er ook niet gemaakt voor die kleine dijkjes. Nee, dan moet je lekker naar Duitsland gaan. Ja, of het circuit of het circuit, de polder in. Maar jij maakt dus niet te veel herrie meer. Je zit keurig onder, 90 dB of zo? Mag je bij 1000 cc? Verschilt. Ja. Het staat een plaatje op je frame. Ja. En er staat hoeveel herrie die bij een bepaald aantal toeren mag maken. En daar zit je keurig op? Oh, nou, dan is het 6000 toeren. Ja. En dan 96 dB. Ook netjes de dempertjes erin, zag ik. Dus het ziet er, hij ziet er correct uit, laat ik het zo zeggen. Ja, het ziet er, zegt ook niks, maar het gaat ook meestal om hoe het iets eruit ziet. Ja. En daar kijkt de politie naar. Niet van, als je met open pijpen rijdt of je rijdt zonder kleding, dan val je al op. Ja. Dan ga je al de fout in. Ja. Hey, de Gees, ik zag dat je de buddy seat heb jij eraf gehaald. Ja. Je hebt nooit iemand achterop. Hij is hier ook niet voor gemaakt natuurlijk. Nee. Molendijk die had het over achterop. Achterop. Nee, vindt hij, wordt hij niet beter van in ieder geval. Dat ik wel. Ja. Het is niet echt. Ik heb altijd met mijn vader achterop gezeten. En dat was ook niet het meest comfortabele. Dat was dan een Hayabusa, dus wat groter. Maar dat is niet aan te raden. Nee. Ik moet zeggen, de buddy seat zit er bij mij nog op. En de tweede set stepjes. Ja, als je een passagier achterop hebt die wel weet wat hij moet doen, dan is het wel te doen. Alhoewel mijn CBR er ook niet voor gemaakt is. Maar het is natuurlijk wel gezellig met z'n tweeën. Zeker. Bij jou zit je echt koninklijk achterop. Ja, ik voel het nauwelijks als er iemand achterop zit. Dat is echt. Soms gaat mijn meisje mee. Even een stukje. En dan, die gaat trouwens geen honderden kilometers mee. Maar als ze een stukje meegaat, ik voel niet of er iemand achterop zit. Of wel of niet. Dat is hetzelfde eigenlijk. Ja. Dus, maar goed. Zo even het volgende fragment erbij. Ik ben benieuwd. Ik ga voor de volgende kleur gewoon. De Motorpodcast. MotoGP topsnelheid op Mugello is 357 op twee wielen. En het is tijdens zo'n race echt de mazzel hebben dat je op een punt staat dat er ook daadwerkelijk iets vets gebeurt. Ik moet niet vallen, ik moet niet vallen, ik moet niet vallen. En die gedachte moet je niet in je hoofd hebben, anders kom je niet aan goede rondetijden. De Picos Rally gedaan, Picos gebergte in Noord-Spanje. Ja, dat is fantastisch. Dan sta je bij het verkeerslicht in Sevilla, dat het 45 graden was, dat je dacht van, oké, als ik nu niet kan rijden, dan ga ik neer, weet je wel. Van de hitte. Maar wat ik wel heb, is als ik over dijkjes rij, ik zie mensen, dan knijp ik echt mijn koppeling in, dan laat ik hem een beetje rollen. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Corné Klein en zijn broer. Ja. Allebei ook Jos Klein trouwens. Die ook allebei fanatiek motorrijders. Corné kennen we natuurlijk van de radio.
Ja, en hij is speaker op het circuit Assen. Ja. Daar kennen jullie misschien ook wel van. Ja. En circuit rijden, dat is een beetje jouw ding, hè? Dus ja, komt er nog wel eens? Even ja, geen serieuze tijden natuurlijk, maar wel een aantal keer circuit training gedaan. Volgens mij aflevering 8 gaat over circuit training. Ja, dat is echt gewoon legaal op het circuit. Althans, in dit geval een cursus. Dus je rijdt achter een voorrijder en voor een achterrijder met een groepje van 5. En je mag elke keer wisselen en je krijgt dan instructie over hoe je het beste bocht kan pakken. Je kijktechniek, je remtechniek. Dat is wel heel leerzaam. En dan rij je ook gewoon op een keer op Zandvoort. Ja, wanneer krijg je nou de kans om op Zandvoort te rijden? Ik reed daar de week voordat Max daar reed. Dus het asfalt was relatief nieuw. Ze waren dat stadion helemaal aan het opbouwen voor Max. Ja, dan rij je op het tussen haakjes heilige Zandvoort. Heel veel mensen vinden natuurlijk Assen heilig, maar daar ben ik nog niet geweest. Ja, dat is leuk. En dat is een beetje Cornezen ook. Het sportievere werk. En hij kent Assen uit zijn hoofd, want hij is daar speaker. Ja. Moeten we eigenlijk een keer gaan kijken als Corné aan het werk is. Of als er een race is. Dat is misschien wel een keer een goeie. En zijn broer maakt er de foto's van. Hè? Dus die is fotograaf, die maakt de meest spectaculaire foto's. Die vertelde ook in die aflevering, ik zal er even bij zeggen welke aflevering het is. Aflevering 35. Hij vertelt ook over de meest fantastische, ongeluk. Ja, een ongeluk mag natuurlijk nooit fantastisch zijn. Maar het is wel spectaculair als je de foto ervan hebt. Ja. En hij zit dan precies op zo'n punt dat je... Ja, hij maakt er echt een prachtige foto van als zo'n ding plat gaat. En overigens, als de rijder dan weer opstaat... Ja, dan is het natuurlijk alleen maar een kapotte motor. En ja, en een mooie foto. En hij is meer van de klassieke, van de Vespa's en de... Ja, dat deed hij ook. Voorliefde voor Italianen. En echt een Vespa-man. Ja. Nou, we hebben meer afleveringen gemaakt over het rijden op een circuit. Ondertussen gaat het licht hier uit. Betekent dat alle fans nu naar huis moeten? Ja, want we moeten er even bij zitten. We zitten in boekhandel Voorhoeven. Voor de Dutch Media Week doen we mee aan de recordpoging. Zoveel mogelijk podcasts maken. Ik geloof dat er 200 gemaakt worden. Echt heel lang. En wij zijn maar een uurtje. Dus, Ja. En we gaan in ieder geval nu door voor de mensen die live aan het meekijken, luisteren zijn. Hè, we streamen het ook meteen. Tot 8 uur zitten we hier. En ik zei net al, we kunnen niet alle fans binnenlaten. We hebben in ieder geval Wouter binnengelaten als fan van de motorpodcast. Ja, en goed nieuws. Wouter is ook vriend van de show. Oh ja, dus als je vriend van de show bent, krijg je bonusafleveringen. Je maakt ook nog kans op het boek van Hans Go, Wees Bamboe. Dus misschien, Wouter, we hebben hier nog wat loodjes liggen. Onder vrienden van de show, en jij bent er dus één van, dus misschien trek je eigen naam, maar trek willekeurig een lot en dan bepaal jij wie het volgende boek krijgt van Hans Go. Pak zijn eigen loodje eruit. Dat zou wat zijn. Mighty Triple. Mighty Triple. Jij krijgt van ons het boek van Hans Go, Wees Bamboe. Die heeft een reis gemaakt, de zijderoute, 17.000 kilometer naar China. En we hebben een aantal van die boeken van hem gekregen. Dus er gaat er weer eentje de deur uit naar Mighty Triple. Jij bent dus vriend van de show. Als je nou zit te luisteren en je denkt, ja, dat wil ik ook worden. Ga naar demotorpodcast.nl, klik op vriend van de show. En dan krijg je nog meer afleveringen van ons. Ja, en we doen ook speciale bonus, of tenminste nabranders noemen we dat. Met iedere gast praten we gewoon nog even door. Nadat we de podcast opgenomen hebben, doen we er nog even een drankje bij en zo. En, dat gaat nu dus niet lukken, want er komt zo meteen na ons weer een andere podcast. Dus we kunnen nu niet nabranden met jou, Wouter. Dat is misschien wel jammer. Heb je nog een fragment? Ik heb nog een fragment. Ik ga voor deze. De motorpodcast. Ik vind alles mooi. Ja, ik heb Yamaha, BMW, Honda 2 en Harley. Ik vind motorrijden aan zich mooi. We hebben thuis 9 motoren. Ik heb mijn partner samen. Alles wat anders is van de norm vinden mensen apart. Als je hoort van een manager dat je niet tussen de monteurs van je eigen leeftijd mag staan. Dat je dan een afleiding bent voor de monteurs. Mijn eerste klus was een Ducati Monster, een 600. Die had al 10 jaar stilgestaan of zo. Die mocht ik een complete revisie geven. Heel erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen wat meer van hun motor afweten. En dan gaat het mij niet om dat ze zelf moeten gaan sleutelen of dat ze de beste monteur van Nederland worden. Maar het gaat er mij om dat het wat veiliger wordt op de weg. Dus dat ze begrijpen waar het over gaat. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Solutie van geratel. Want voor wie denkt dat motorrijden echt een mannenwereldje is, dat is dus niet zo. Want Lucie is er een goed voorbeeld van. Behalve dat ze dus rijdt en ook met haar dochtertje. In het zijspan, geloof ik. Klein dochtertje heeft ze. Die deed ze gewoon in het zijspan. Sleutelt ze dus ook aan motoren. Ze sleutelde
eerst voor Harley Davidson. Daar was ze gewoon in dienst, daar werkte ze. Toen ging ze naar Ducati volgens mij. Ja, heeft ze ook nog gedaan. En uiteindelijk heeft ze geloof ik bij Harley Davidson te horen gekregen dat ze daar dus niet... Dat hoor je ook in een van die fragmenten. Dat ze de andere monteurs, die raakten te veel. Die werden opgewonden van haar. Ze moest weg omdat de monteurs hun hoofd er niet meer bij konden houden. Ja, dat is wel belachelijk. Als zij dan binnenkwam, nou, dat was natuurlijk ook gewoon een aantrekkelijke vrouw, laten we eerlijk zijn. Ja, ja. En als die dan de garage in komt lopen om te sleutelen aan motoren, dat enige opwinding veroorzaakt bij andere andere monteurs, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar om daarom iemand er uiteindelijk uit te gooien. Toen is ze voor zichzelf begonnen. En eigenlijk met veel meer succes. Want ze heeft niet alleen een garage waar ze sleutelt aan motoren, maar ze geeft er ook les in, of tenminste workshops. En daar ben jij geweest. Ja, ze heeft echt een mooie werkplaats. Het is in Brabant. En ze heeft het goed voor elkaar. Mooie brug erin, gezellig koffiehoekje. Ze verkoopt van alles, maar ze legt vooral uit. Je moet op je motor komen. Je zet je eigen motor op de brug. En ze gaat, als je daar nog geen verstand van hebt, helemaal uitleggen hoe je motor voor het achterin elkaar zit. Dan geeft ze cursussen in. Standaard en wat meer gevorderde cursussen. Ze geeft cursussen lasttechniek. Ze geeft cursussen speciaal voor Harley motortechniek. Ze doet eigenlijk van alles in haar eigen werkplaats. En ze zit heel vaak volgeboekt. En als je het een keer interessant vindt om je motor een keer echt goed te leren kennen, letterlijk van binnen en van buiten, dan moet je even naar geratel.nl. Ja. En daar heeft ze nu een hele onderneming rondom opgestart. Dus dat doet ze echt goed. En ze praat ook makkelijk, ze legt het goed uit. Ik ben niet zo technisch onderlegd. Dus ik vond het leuk om dan een keer mee te maken. Ja, want is toen ook jouw motor op de brug gegaan? Want dat doet zij. Een van de deelnemers moet dan zijn motor op de brug zetten. En dan gaan ze er. Ja, dat was niet die van mij. Maar je gaat wel tussendoor. Elke keer ga je dan naar je eigen motor om te kijken. Wat is de staat van je remblokken? Wat is de staat van je ketting? Wat is de staat van dit? Dat doet ze wel. Ja, dat doet ze wel. En dan en het leuke was, of het leuke was wel heel bijzonder. Was een van de cursisten had zijn motor. En we hadden net geleerd over de dotcode op je motor. En nou, noem maar op, hoe kan je slijtage zien? Toen gingen we naar de motor van die cursist. Mm-hmm. Nou, dat was echt dat er überhaupt nog lucht in die banden zat. Daar kon je bijna met je vinger doorheen prikken. Mm-hmm. Zo poreus waren die. De scheuren zaten erin. De ketting, de tandwielen, nou, die daar zaten hoeken in, niet normaal. De ketting was uitgedroogd. Kortom. Het was echt een gevaar op de weg. En Lucie zei ook van, nou, ga naar huis, maar niet harder dan 50. Ja. Zoek een binnendoorweggetje, want het is echt gevaarlijk. Ja. En die jongen had dat dus nog nooit beseft, dat hij op zo'n gevaarlijk ding reed. En door die cursus werd hij daar eigenlijk bewust van. Ja. Dus meteen ook even een puntje om aan te snijden. De APK-keuring voor motoren. Hè? Want als er een APK-keuring is, dan komen dat soort dingen niet meer op de weg. Wouter, ben jij ervoor een APK-keuring? Nee. Kom je er doorheen, denk je? Ik kom er wel doorheen. Maar ervoor, nee. Het is sowieso veiliger dan de meeste auto's die er rondrijden. Ja. Je speelt met je eigen leven. Ja, maar er zijn dus types, dat blijkt dus weer uit deze... Ja, echt gevaarlijk. Die gewoon denken van, nou, hij doet het nog. En de banden zijn hard en hij start gewoon. Dus, want, gewetensvraagje, hoe vaak checken jullie het oliepeil, de remvloeistof, de bandenspanning? Ja, bandenspanning, ik doe het meestal op gevoel, dan voel ik even. En ik weet niet, ik voel heel gauw, als het echt niet klopt, dan voel ik het meteen. Ik om de zoveel tijd controleer ik wel even. Is de spanning nog goed? Als ik een ritje heb naar het buitenland, dan kijk ik even. Dan zorg ik wel dat dit in orde zit. Ja. En de oliepel heb ik gewoon lampjes voor. En als die aangeven dat het niet goed is, dan rijd ik ook niet. Ja. Doe jij het vaak? Oliepel moet natuurlijk bij een Harley net even wat vaker dan met de rest. Dus het is geen Japaner. Dus heel eerlijk gezegd, om de 1000 kilometer peil ik altijd gewoon eventjes. En als die een klein beetje minder heeft, dan vul ik hem een beetje bij. Dat is natuurlijk typisch Harley. Voor de banden heb ik dus ook een sensor erin zitten. Maar die pomp ik dus regelmatig. Of tenminste, ik hoef ze niet regelmatig op te pompen. Ik had trouwens wel van de week. Ondanks de ride-on. Jij hebt er ook ride-on in. Er zit een ride-on in, ja. Heb ik er ook in, maar ik kreeg dus mooi. Ik had er dus een schroef in zitten. Ja, en? En die heb ik eruit gedraaid. En dan komt er even zo'n sliertje met troep uit. Hè? En dan is het gat gedicht. En dan kan je weer verder. Dat is echt fantastisch. Dus het werkt echt. Ja, het werkt echt. Misschien hebben we nog een nieuwe sponsor nodig dan nu. Misschien wel Ride-On ons sponsor. Hè? Ja, dat is. Heel veel mensen vragen zich dat wel af. Want ik hoor het, als je het over Ride-On hebt, zeggen heel veel mensen: ja, maar werkt dat dan echt? Maar nu in dit geval, er is bewijs. Ik had er ook een beetje zoiets van: ja, dit is een of ander wondermiddel. Dat heeft iemand bedacht. Dat smeren ze erin. En dat. Want heel lang geleden had je al van dat soort spuitbussen met een soort witte troep.
En dat plakte echt. En als je dat eenmaal in je band had gespoten, nou, dan kon je hem eigenlijk wel wegmieteren dan. Dat was meer een thuiskomertje. Dat kon je dan meenemen, zo'n busje. Maar het ride-on is echt wat anders. Dat wordt er gewoon door de dealer ingespoten met een grote emmer. Pompen ze er eerst in. En dan werkt het echt goed. En het voordeel is, hij is altijd gebalanceerd. Want ze hebben mij het lood er ook afgehaald. Want ja, dat balanceert in de band zichzelf. Ja. Ik moet wel zeggen, mijn dealer heeft het tijdens een beurt ongevraagd erin gedaan. Ja. Waarschijnlijk omdat hij een dealtje had met ride-on. Maar ja, ik hoop dat ik er ooit blij mee ben als ik lekker rij. Of eigenlijk niet lekker rij. Als er een... Want aanvankelijk ging bij mij dus een lampje aan. Hè, van de achterband. Even oppompen. Maar ik kon niks vinden. En op een gegeven moment stond hij voor de deur. En ik dacht, er zit een klein glimmend dingetje op de band. En schroef erin. Het werkt. Maar goed, over het nakijken van je motor, ik doe dat dus wel regelmatig. Ik heb er een soort automatisme van gemaakt. Dus dat ik de ketting aan het smeren ben, dan eventjes alles checken. En dat, ook de bandenspanning. Ik heb zo'n ding op een batterij, dus ik kan zelf de banden oppompen thuis. Ja. Ideaal. Maar het zijn wel. Het is belangrijk onder je kont. En ik moet nog een keer langs bij Lucie van Geratel. Zeker. Ze heeft mij ook al een keer uitgenodigd. Ze zei, kom nou echt een keer langs, want ik doe ook de Advanced Hardy cursus. En daar steek je zeker wat van op. Dus geratel.nl, Lucie, ik kom er zeker nog een keertje aan. Zet de koffie maar klaar. Ze heeft goede filterkoffie. Ja. Je luistert naar aflevering 61 van de Motorpodcast. In dit geval niet vanuit onze vertrouwde studio, ons honk, maar vanuit boekhandel Voorhoeven in Hilversum tijdens de recordpoging van de Dutch Media Week. Zit je nou voor het eerst te luisteren? Abonneer je, want dan krijg je automatisch binnenkort weer een nieuwe aflevering. Oké, en we pakken er even een fragment bij uit onze fragmentenbakje. De Motorpodcast. Voor mij is het ontwerpen en het maken van het bodywerk. Ons motto is eigenlijk wel, niks is ons te gek. We kunnen eigenlijk wat dat betreft alles. We hebben nu ook een projectje staan van Honda waar alleen een uitlaatje voor gemaakt moet worden. Dus dat kan ook allemaal. Ons vak moet wat meer richting de kunst gaan. En het wordt voor mijn gevoel wat is straks gewoon een kunstobject die je ergens in een mooi bedrijfshal neer kunt zetten. Als zo'n klein jochie leukemie krijgt, als je ziet hoe hij zich daar doorheen zet, zeg maar. Als hij zo voor het leven gaat, waarom ga jij dan je dromen niet achterna? De Motorpodcast. Passie voor motoren. En dat waren ze dus, de Barn Brothers, waar we het al eerder over hadden. Echt twee machtig mooie figuren die vanuit een schuur. Trouwens, ze hebben een nieuwe barn inmiddels. En ik heb begrepen dat het een oude ijsjesfabriek is waar ze nu in zitten. Dat was ook zo, daar maakten ze vroeger Magnums of zo, geloof ik. Dat vertelde die van. We hebben nu waar vroeger de Magnums van dat lopende band rolden. Daar maken zij nu nieuwe motoren in. Dus daar moeten we trouwens ook nog een keer op bezoek gaan, want we moeten die nieuwe barn nog even bekijken. Moto Adonis heten ze nu. Echt hele mooie dingen. Nou, niet alleen het voertuig van Ronald Molendijk hebben ze in elkaar gezet, maar ze hebben nog veel meer andere mooie dingen gemaakt. En je hoort het ook in een van die fragmenten. Hè? Het zoontje van een van de Barn Brothers, ernstig ziek geworden. En dat was voor hem de wake-up call. Het jongetje is geloof ik uiteindelijk genezen. Of tenminste in ieder geval aan de beterende hand. Of het gaat weer de goede kant op. Dat heeft hem getriggerd om echt zich helemaal te storten op die motoren. En Job, de andere Barn Brother, die hebben we later nog een keer in de uitzending gehad, omdat hij eventjes zei, tussendoor. Ik was even naar Mongolië. Oh ja, Mongolië. Ik zat te denken, welk land was het ook alweer? Ja, ik was even naar Mongolië op de motor. Kom nog even langs om te vertellen over Mongolië. Ja, eventjes een of ander festival. Daar moest ik even op tijd naartoe. En die kon er ook heerlijk over vertellen. Ja. Ik heb even zo gauw niet paraat welke aflevering dat ook alweer was. Maar check gerust even onze website. Het verhaal van Job die even op de motor naar Mongolië gaat. En daar ook de meest spectaculaire dingen mee maakt bij een festival is. En de gekste dingen eigenlijk doet. Kan ik meteen even voorleggen aan onze gast. Zou het wat voor jou zijn, Wouter? Even naar Mongolië op de motor? Ja, Mongolië niet. Dat gaat je te ver? Ja, dat gaat me te ver. Ik hou meestal bij Europa. Ja? Wat is een beetje de uithoek waar, een beetje de verste uithoek waar jij bent geweest? De verste uithoek is Italië. Misano. En dan op één dag er even naartoe? Of halverwege toch nog even stoppen? Nee, 9 dagen. 9 dagen, nee, maar goed. Heen en terug dan, even kijken, 4 dagen heen en dan een dag daar en dan weer terug. Op die manier, ja. Wat is van al die, wat had je, 47.000 gereden? Ja. Wat is van al die 47.000 kilometers jouw meest memorabele moment geweest? Kun je dat nog herinneren? Ik denk die rit. Die rit, naar Italië. Het is de laatste rit met mijn vader. Die is helaas in 2021 overleden. Ja.
En de laatste rit die we nog hebben mogen doen, ook met twee anderen erbij. Alles was perfect. We gingen naar de MotoGP daar. Het was onder corona. We werden uitgeloot. En ja, we konden erheen. Alles, ja, het was lekker rustig door corona. Het was, ja, alles zat mee. Mooi weer gehad. Er was helemaal niks wat tegen zat. Nee. Daar. Het was gewoon perfect. Mooi moment om dat nog met je vader samen te kunnen doen dan. Ja, zeker. Dus dat is echt een meest memorabel motormoment. Dus iedere keer als je op die motor stapt, is dat ook eigenlijk weer een beetje een linkje naar je vader. Ja. Kijk, dat is ook het mooie van motorrijden wat mij betreft, hoor. Die herinneringen maken. Ja, herinneringen maken. Dat is echt. En soms zit het ook in hele kleine dingen. Hè? Gewoon even het hoofd leegmaken. Of een mooi uitzicht. Of een mooi punt. Of de perfecte bocht rijden. Of dit soort hele mooie grote dingen. Dat is een memory for life in dit geval. Ja. Voor jou. Wat reed je vader? Mijn vader die reed een Hayabusa. Mm-hmm. Suzuki. Ook een buikschuiver, hè? Ook lekker om te reizen. Ja, een soort van. Het is eigenlijk meer een. Een hypersport, ja. Zeg maar. Hayabusa met een lange achterbrug, of niet? Nee. Daar moest hij niks van hebben. Zie je vaak op de Antillen, hè? Dan hebben ze echt een kilometer lange achterbrug eraan gebakken. Dan rookt de band lekker als je gas geeft. Nee. Maar Italië dus. Als ik ergens naartoe moet, dan wordt het Italië. Want ik ben eindelijk eens een keer aan het kijken voor een motorvakantie. Luxemburg, werd door jou natuurlijk getipt, ja, Peter. Ja, Luxemburg is wat mij betreft echt. Daar ben ik ook een klein beetje opgekomen. Op een gegeven moment zei een van onze gasten, de moeder van, hoe heet die nou ook weer, onze grote vlogger, Irma. Hoe heet ze uit? Irma Knol. Ja, ja, van de moeder van Enzo. Die vertelde van, in Luxemburg heb je de Little Stelvio. Wat je natuurlijk in Italië, heb je de grote Stelvio. Met alle mooie bochten, de echte. En die Little Stelvio, die heb ik dus gedaan op de Harley. Dat is wel flink sturen. Maar verder is het ook prachtig om te rijden. En je bent er relatief snel. Weet je, als je nu opstapt, dan Luxemburg is om de hoek. Ja, het is nu bijna 8:00. Als je nu opstapt, dan ben je er morgenochtend. Dat is zeker. Hè? Na een uur of 4 ben je er al. En er werd mij in Luxemburg ook nog de 1000 bochtenroute aan getipt. Ja. Het schijnt ook heel mooi te zijn. Ja, het wel is heel massaal, maar. Het is gewoon een lekker land. Mooi, goed asfalt. Voor als je, net als ik, nu ook niet echt van de tenten bent. Hè, dat ben jij ook niet, Dennis. Nee. De betere hotels liggen ook op mooie motorrijroutes. Dus ja, dat is lekker om daar eventjes in zo'n goed hotel te zitten. Dat is wat mij betreft ideaal. De hele dag op zo'n motor hangen. Ja, ik ga dan niet kamperen, sorry. Nee, ik ook niet. Daarna is het gewoon lekker in een goed hotel, wat mij betreft, met sauna. Dat is helemaal ideaal. En dan even naar stomen. En dan een drankje in de volgende dag weer verder. Dat absoluut. Is het idee. Ja, over mooie motorverhalen gesproken. Ik wil toch nog heel even terugkomen op het moment van wat we hadden bij Papendal. Motorfest. Motorfest, ja. Van KNMV. Dat daar op een gegeven moment Ron Batist, een van onze gasten, daar ook weer was. Even uitleggen, Ron Batist is onder andere de man van Motorshare en het leen, of tenminste het verhuren van motoren. En die heeft ooit in een aflevering bij ons in de Motorpodcast verteld van, ja, was bijna failliet en een hoop ellende. En toen moest hij dus zijn droommotor verkopen. Ja, terwijl hij dat eigenlijk nooit doet, maar dit was de uitzondering. Ja, een Ducati. Ja, ik weet niet precies wat voor model. In ieder geval, het was zijn droommotor. Echt met pijn in het hart dat ding verkocht. Maar hij moest kiezen tussen of ga ik mijn gezin voeden, of staan mensen te zwaaien, dus ik zwaai even terug. Ja. Ja, want we zitten nog steeds bij Voorhoeve. In de etalage. Live in de etalage. Maar goed, in ieder geval, hij moest zijn motor toch wegdoen. Kiezen tussen zijn gezin voeden of de motor wegdoen. Motor weggedaan. En wij zitten daar dus op Papendal met onze podcast te podcasten. Meldt zich een andere luisteraar en die zegt, ik heb die aflevering gehoord en ik heb die motor in de schuur staan. En dat vond ik toch wel eventjes. Ja, toen hebben we snel Ron erbij gehaald. Die zat bijna te huilen achter de microfoon. Van, jullie hebben mijn motor teruggevonden. Ja, dat vond ik toch wel even. Dat is toch wel de kracht van de motorpodcast. Hè, dat je toch op zo'n manier dat zo'n motor dan weer boven water komt. En dat hij dan uiteindelijk toch. Ik weet niet hoe het precies afgelopen is. Maar hij is in ieder geval even wezen kijken bij zijn oude liefde. Ja, volgens mij gaat die man hem ook niet wegdoen voorlopig. En hebben ze afgesproken dat als die hem ooit wegdoet,
wordt Ron als eerste gebeld. Ja. Dat vind ik dan wel netjes. Zou jij hem ooit wegdoen, deze GSX-R? Wouter? Ja, nee. Nee? Nee, ik hou zo van die motor en het is zo'n lekkere fiets. Ja. Ja, ik wil er gewoon kilometers op zetten. En er komen altijd wel nieuwe uit en denk ik wil die hebben. Maar ja, het is ook tevreden zijn met wat je hebt, denk ik altijd. Het begin van geluk, hè? Tevreden zijn met wat je hebt. Nou, mooi toch? Dat is een, ik kan op een tegeltje. Ik heb het ook van een tegeltje. Oh. Motortegeltjes bij ze heden. Dat is mooi, dat is mooi. Nee, maar zou er ooit een moment komen dat je zegt van... nou, laat ik het gewoon zo vragen. Stel dat er... we vragen het ook normaal gesproken aan onze luisteraars. Zal ik even kijken of ik een binnenhandbereik heb. Deze. De Motorpodcast. De Motorpodcast. 100.000 euro. Vraag. Zou hier moeten Wat komen. Wat zou jij doen met 100.000 euro voor je motorpassie? Ja. Nou, zeg maar stel dat je een ton krijgt en het moet eraan op. En wat gaat er dan alsnog komen? Ik denk dat ik een offroad ga nemen, een allroad een beetje. En dan veel kilometers maken. Ja. Maar dan zowel op de weg als van de weg af. Ja. En alles erbij. En dan hou je deze er ook nog gewoon bij voor de heb. Ja, zoveel mogelijk, zo compleet mogelijk ervaring eigenlijk wil ik. Ja. En dan heb je nog wel geld over om nog een poosje rond te rijden door Europa. Ja. En om gewoon hotels te boeken en niet hoeven te kamperen. Dat scheelt ook. Ja, is ook fijn. Oh, jij bent ook niet van de tenten? Nee. Kijk, nou dan zit je hier aan de juiste tafel, hè. Ja, want ik hoorde, wie deed het nou ook weer? Mike on the Bike, volgens mij sliep die gewoon in zijn motorpak. Harold ook, van Only Bike Life Motorfotografie. Die kampeert ook heel vaak naast de motor. En maakt de mooiste foto's en maakt de mooiste dingen mee. Ja. Want dan word je wakker op zo'n heuvel naast je motor. En dan zie je mooi. Ik snap dat het mooi kan zijn. Maar het kan ook heel koud of heel warm zijn s'nachts. Wat zijn ze nou? Dan blijf je gewoon in je pak zitten. Dat is een soort tent. Hè? Want in principe is je pak waterdicht natuurlijk als je een goed pak hebt. En dan hou je helm gewoon op. Je doet je vizier dicht. Is dat je tent? Mij niet gezien. Blijf je zo slapen. Goed. Dat is even. Zullen we nog even een fragment doen? Want volgens mij. We hebben nog fragmenten. We hebben ook nog wat post. We kunnen wat post behandelen. Er is te veel post om allemaal te doen. Maar wat wil je? Zeg maar. Laten we even nog een fragment. Een doen. Fragment. Ja. De Motorpodcast. Crossen. Dat is heel goed voor je lijf. Dat is een van de sporten waarbij je het beste aan je conditie werkt. Dat ding dat trekt. Ik geloof dat we het 300 aangetikt hebben. Ja, ik heb MotorTV gedaan. Ik heb echt mazzel dat ik overal op mocht zitten. Ik zit hier met een van de dikste machines onder mijn lijf. Hier worden voor een paar Nike's gewoon mensen vermoord. Wat ben ik aan het doen? Ja, de Veluwe vind ik ook wel heel mooi hoor, om daar te rijden. Iedereen kijken, want twee meiden op een motor. Mama, due ragazzi con una moto. Echt twee meiden op een motor. Ik ben door Griekenland gereden, over nat asfalt met een korte broek. En dan denk ik, wat doe ik nou? De uitlaat heb ik veranderd. Loudpipe, save lives. Daar geloof ik echt in. Want ik zit ook wel eens in de auto. Hoor ik in één keer zo'n wang. En denk ik, oh, die had ik helemaal niet gezien. En dat vind ik dus ook bij het motorrijden. Je leeft zo intens. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Ja, we hebben het al eerder gezegd, hè. Het is niet alleen maar voor mannen. Dit is toch wel de bekendste motorrijdster. Chimera van Oosterhout. De oude Veronica TV-kijker kent haar als omroepster. Als presentatrice van Veronica Goes Back to the US of A. En ja, als je het over een vrouw hebt waar motorpassie in zit, dan is het wel Chimène. Er zit een partij passie, kracht, levensovertuiging, levensvreugde in. En die heeft wel wat kilometers gemaakt en dingen meegemaakt. Ja, ze had onder andere voor die tocht van Veronica, gingen ze dan dus in Amerika filmen. En gingen die motoren uiteindelijk op de trailer. Hè, dan moesten de presentatoren een stukje rijden voor de camera. Jongens, hartstikke leuk, nu de motor op de trailer en we gaan het hotel in. En dan de volgende dag met de trailer naar het volgende locatie. En zij zei van nee, ik rijd er zelf wel even heen op die gelijk. Motor. Want nu we er toch zijn, hè, pakken we meteen ook even de motor naar de volgende locatie. Dat vond ik toch wel... Zij wilde gewoon per se rijden. Als we toch de Route 66 rijden, gaan die dingen niet in die trailer. Ja, ik snap, ik zou denk ik hetzelfde gedaan hebben als je daar toch bent. Betaald door de baas en lekker rijden, toch? Lekker rijden. En... Zij zei wel één opvallend ding, want we hadden het met haar ook over ongevallen. En zij zei, ik weet dat jij het onderwerp liever niet aan wilt snijden, Peter. Maar zij zei, het is niet de vraag of je valt, maar wanneer je valt als motorrijder. Ja. Ja, dan hoop ik dat moment nog heel lang uit te stellen. Jij hebt ook nooit echt een goede schuiver gemaakt? Ik, niet een goede schuiver. Ik ben er wel eens van afge,
geknikkerd, maar ik kwam er vanaf met een wat blauwe plekken en een schram her en der. Dat was het er wel. Wouter, ik vraag het ook van jou, als gast van de Motorpodcast, ben je wel eens gevallen? Ja, ik ben wel eens een keer gevallen. Heel lullig. Ik reed te dicht op mijn voorganger en ik kon niet echt uitwijken. Het was in de bocht en ja, dan rem je, nou ja, dan val je om. Ja. En blauwe plekken alleen? Of? Nee, een stukje van mijn motorpak wat een beetje gescheurd was. En ja. Voor de rest niks. Je rijdt wel altijd met beschermende kleding? Ja zeker. Ja? Zeker. Ik wil niet zonder rijden. Dat voel ik me niet veilig in. Nee. Toch is het altijd wel een discussiepunt. Hè? Waar je ook bent met motorrijders, als je het hebt over kleding. Er zijn altijd mensen die zeggen, wat een flauwekul, ik rij voorzichtig. En er is altijd ook een groep mensen die zegt, ik rij nooit zonder beschermende kleding. Ja, het geeft ook een signaal af. Als je onbeschermd rijdt, dan denken mensen meteen dat zal wel een ASO zijn of wat dan ook. Ik denk altijd, het draagt zo'n pak, het is er niet voor niks. Vroeger hadden ze het niet en nu is het er, dus ja, doe het gewoon. En het scheelt ook, als je motorjeans draagt, ja, het ziet er gewoon uit als een spijkerbroek tegenwoordig. En er zit Kevlar in en noem het maar op. Het is dan net zo veilig als een motorpak, als je een goed merk koopt natuurlijk. Met CE-keuren, noem maar op. Ja, ik hoor ook in het kamp altijd met beschermende kleding op de motor. Ook al is het maar een klein stukje. Ja. Ook met 50 onderuit. Ik denk niet dat mijn knie dat overleeft. Dat is niet fijn. Ja. Nou, heel eerlijk. Ik durf het bijna niet te zeggen hier hardop. Gewoon zeggen. Ik heb wel altijd een jack aan. Ook met een rugprotector. Maar ik ga wel eens in een gewone spijkerbroek. Niet altijd die motorspijkerbroek aan. En dan heb ik wel... dat doe ik af en toe wel. Iedereen moet het ook vooral zelf weten. Hè? Ik bedoel, je rijdt zelf, dus doe wat je leuk vindt. Doe wat je prettig vindt. Maar ja, het is een wat onprettig gezicht, denk ik, als je het asfalt raakt. Maar... Ja, dat is absoluut een feit. Ja. Maar ik rijd natuurlijk heel voorzichtig. Ik rijd als een oude lul op een plofmotor. Hè. Ik ga nooit echt hard. Ik rijd een beetje ploffend rond. Als je het hele verhaal van Chimène wil horen trouwens. Het is aflevering 32, waarin ze ook zegt, motorrijden is een soort meditatie. Dat vond ik ook een mooie. Ja, dat vind ik trouwens ook. Hè. Ik mag graag even motor... ik heb geen muziek. Of het kan allemaal wel. Hè. Jij doet vaak wel heerlijk, muziek op. Ja. iPhone gepaard met alle installaties aan boord. Het kan allemaal wel. Maar ik doe het dus niet. Dus dat die hele campagne van monorijden, daar ben ik dan weer heel veilig in. Hè. Ik heb dan weer geen mono. Ik heb niet altijd een motorpak helemaal compleet aan, maar ik rijd wel hartstikke mono. Oh, ja. En nooit apparaatjes aan en dat soort dingen. Want ik vind het gewoon heerlijk om eventjes helemaal, jongens, laat de wereld even. En ik rij even rond. Wouter, wat doe jij op de motor? Muziek of niet? Ja, soms doe ik wel muziek, maar het is niet dat je het echt goed hoort of zo. Dus nee? Meestal vergeet ik het en dan denk ik van, even geen telefoon. Ik sluit me helemaal af van de buitenwereld. En je komt tot jezelf. Oh, ik heb dat juist lekker met wat echt goede muziek. En dat gaat alle kanten op. Maar nog, en dan, net zoals gisteren ook over die Veluwe, gewoon lekker door die bossen met muziek op. En heerlijk. Dat is dan voor mij weer afsluiten. Maar mensen vroegen trouwens de plaat waar je harder van gaat. Want we vragen dat aan heel veel van onze gasten. Wat is voor jou de plaat waar je het ultieme motorgevoel van krijgt? Daar is een Spotify-playlist van. Dus die kun je gewoon opzetten. Dat gaat letterlijk alle kanten op. Want al onze gasten hebben natuurlijk andere voorkeur. En die Spotify-playlist die heet De Plaat Waar Je Harder Van Gaat. Maar die kun je weer vinden via onze website demotorpodcast.nl. Ja. Zullen we toch maar even de post doen? De post. Ja. Motorpodcast. Heel veel post binnengekregen, dus ik maak nu ook hier nog even een selectie. Anders dan lopen we uit de tijd. Jolanda van Keulen schrijft, leuke podcast hebben jullie. Ik mis wel een podcast over Moto Gymkhana of Gymkhana. Geen idee hoe je het uitspreekt. Weet jij dat, Wout, hoe je het uitspreekt? Jij klikt. Volgens mij Gymkhana. Gymkhana. Ze zegt, het is de leukste motorsport voor iedereen en met elke motor te doen. Moeten we een keer aanstippen dus. Oké. Okay. Reactie van Pet 2 op de nabrander. Die krijgen vrienden van de show dus. Nabrander bij aflevering 57. Met amateurracer Roy Russe. Wat een enthousiasme, wat een kerel. Dat was ook echt een hele toffe nabrander en een toffe aflevering. Even kijken, ik schakel even door naar... Oh, over ongelukken gesproken. Via Instagram kregen wij van FishheadNL een reactie. Niet zo'n leuke reactie, want hij schrijft... Ik ben toevallig afgelopen maandag down gegaan. Dus de podcast over motorongelukken, dat is aflevering 60 uit mijn hoofd... Ja. Die komt als geroepen. Helaas iets erger dan alleen een gebroken hand, want zijn heup is gebroken. Ik kijk er juist wel weer enorm naar uit om zo snel mogelijk weer te gaan rijden. Zodra ik naar huis mag, meteen de schade inventariseren en zoeken naar onderdelen
Op de weg naar huis ga ik ook als eerste de plek van het ongeval bekijken, omdat hij niet snapt hoe zijn ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nou, Fishhead, bedankt voor de reactie. En ik hoop dat het snel weer goed gaat met je heup en dat je snel weer op de motor kunt zitten. We hebben nog meer posten, die bewaren we voor een volgende aflevering. Als jij nou wat te melden hebt, stuur een mailtje naar info@demotorpodcast.nl. En dat mag trouwens ook gewoon een voice memootje zijn. Dus laat dan even je motor horen, spreek je vraag in. Het mag allemaal naar info@demotorpodcast.nl. De Motorpodcast. Ja. Volgens mij staat de volgende kandidaat klaar voor zijn podcast. Want ik moet nog even uitleggen, we zitten bij Voorhoeven. In een etalage, letterlijk in een etalage. We zijn letterlijk in een etalage gezet. We zijn ook echt te koop, trouwens. Als je ja, wil investeren in een motorpodcast, het mag. Dat is altijd goed. Kom maar door met die 100.000 euro voor onze motorpassie in dat geval. Ja, het kan wat ons betreft allemaal. Wat moeten we nog even aanstippen? Volgende aflevering? De volgende aflevering, ja, want er komen twee leuke afleveringen aan. We gaan het binnenkort eindelijk hebben over de heropstappers. Ja. Mensen die om een of andere reden langer niet op de motor te vinden zijn. Onder andere Vincent is binnenkort te gast. Volgens mij heeft hij 24 jaar niet gereden, is daarna weer opgestapt. Zit een mooi verhaal achter. En we gaan binnenkort praten met Rick Nieman. Bekende presentator van onder andere RTL 4. Heeft een voorliefde voor Moto Guzzi. Daar gaan we hem helemaal over uithoren. En misschien moet het ook hebben over zijn vrouw Sascha de Boer. Dat is ook een motorrijdster, ja, volgens mij. Ja, gaat in ieder geval altijd achterop, had ik begrepen. Ja. Ze rijden dan zonder navigatie. En zij legt uit met een kaart in de hand welke kant ze op moet. Dat vind ik een heel apart verhaal nu al. Dat is niet echt mono. Dus We zullen het zeker van hem horen hoe hij dat aan gaat pakken. Dus dat hoor je in een van de volgende afleveringen. Wouter, leuk dat je even wilde aanschuiven. Nog heel veel plezier en veilig kilometers op de G6R. Ja, we gaan elkaar vast nog een keer treffen. Ja, Peter, leuk om dit eens een keer te doen. Gewoon in een etalage, anders dan onze eigen motorpodcast studio. Als je nou zit te luisteren en dit is je eerste aflevering, abonneer je, want dan krijg je binnenkort dus automatisch een van die andere afleveringen. En als je dit leuk vindt, volg ons op de socials, Facebook, Instagram. We zijn te vinden onder De Motor Podcast en altijd onder demotorpodcast.nl. Ja, nog één dingetje even over roadtour en zo. Dat gaan we binnenkort vaker doen, hè? Oh ja, dat verhaal. Vertel dat toch eventjes. Wij gaan ook niet alleen online, maar we gaan ook echt on the road met de motor overal naartoe. We nemen onze podcast set mee. Dus als je het leuk vindt dat wij een keer bij je langskomen, heb je iets met motoren, laat het ook ons even weten via demotorpodcast.nl. En dan zitten we onze motorpodcasttafel even bij je neer. Ook om te zorgen dat gewoon tijdens het winter- en herfstseizoen de motorpassie toch doorgaat. Je ziet ons overal in het land. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.